Thomas van Haar, na de wedstrijd bij Achilles stond jij te glunderen voor de camera naar jouw twee doelpunten. Hoe is de week daarna voor jou geweest? Nou, niet anders dan andere weken. Het was even een mooi moment, omdat ik natuurlijk mijn eerste twee doelpunten maakte. En daarna was het eigenlijk gewoon weer volle focus op de wedstrijd tegen MVV. Dan wordt dat al heel snel ook weer normaal. Nou, ik hoop wel dat het normaal wordt, ja, zoiets. Maar dat zullen we gaan zien. Ja, het was natuurlijk voor jou een grote ontlading, hè, je eerste doelpunt te maken in het Sparta shirt. Kun je nog eens proberen te beschrijven wat er op zo'n moment met je gebeurt? Nou, niet zo super veel bijzonders hoor, want ik maak gewoon die goal en daar sta ik in principe voor op het veld. En het is altijd heerlijk om te scoren, maar het is niet anders dan andere doelpunten die ik ooit heb gemaakt. Bij VOC voelde het net zo lekker? Ja, eigenlijk wel. Het is altijd lekker om te scoren. Je hebt je eigenlijk, zeker als je dat vanaf de zijkant beschouwt, moeiteloos aangepast aan het niveau in de Jupiler League. Voel je dat zelf eigenlijk ook zo? Nou ja, het heeft wel voor mij wat veranderingen gekost. Het is iedere dag trainen, het is een hele andere leefstijl. Het kost mij geen moeite omdat ik dat ontzettend leuk vind. En het niveau, ik pas me inderdaad aan. Ik hoop wel dat ik nog wat stappen ga maken de komende tijd. Want waarin moet of wil je jezelf verbeteren? Nou ja, het leek me duidelijk dat ik bij mijn oude club veel bepalender kon zijn. En het is voor mij natuurlijk wel de bedoeling dat ik dat ook hier ga doen op een gegeven moment. Het is misschien een illusie om van mezelf te vragen dat nu al zou lukken. Maar op den duur hoop ik die stap wel te gaan maken. Je zegt, ik moest voor mezelf wel de nodige aanpassingen maken nu ik prof ben. Wat zijn de voornaamste dingen waar je tegenaan bent gelopen? Nou, iedere dag trainen, dat deed ik niet. En dat was het grootste verschil. En voor mij was het gewoon ideaal, omdat ik ontzettend veel van voetbal hou en ik gewoon iedere dag lekker kon gaan voetballen. Maar dat is wel anders dan een studentenleventje, waarbij je iedere dag naar school moet. Hier moet je iedere dag echt veel, veel scherper zijn dan dat je in de collegebank hoeft te zijn. Is dat moeilijk in het begin? Nee, vond ik niet. Nee, ik vond het alleen maar eigenlijk heerlijk om te doen. Nou is Mahi vandaag vertrokken, of in elk geval moet nog medisch worden gekeurd, maar het heeft al de schijn van dat hij gaat vertrekken. Dat heeft gevolgen voor Sparta, maar misschien ook wel voor jou, want je zou wel eens van een flank kunnen gaan wisselen. Ja, nou ja, voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik speel net zo lief van links als van rechts. Voor hem is het natuurlijk gewoon een ontzettend mooie stap. Voor ons is het jammer, omdat het een vreselijk goede voetballer is. We zullen het gaan zien wat er gaat gebeuren. Of ik nou van links of rechts speel, ik vind het allebei prima. Ja, want kun jij van allebei de flanken even makkelijk uit de voeten? Ja, het heeft allebei zo zijn voordelen en zijn nadelen. En er is ook niet één flank waarvan ik liever speel. Ik vind het allebei prima. Gaat het, denk je, het vertrek van Mahi ook inhoudelijk nog gevolgen hebben voor jullie speelstijl? Nou ja, dat hij een hele goede voetballer was, dat is denk ik voor niemand een verrassing. Dus dat is voor ons wel gewoon heel jammer dat we die kwijt zijn. Dus in zoverre zal dat wel wat gevolgen hebben. Ik heb alleen wel het volste vertrouwen in de groep die er nu is. En ik denk dat we dit ook wel kunnen opvangen. Dat we gewoon kunnen doorgaan waar we mee bezig waren. Ja, waar jullie mee bezig zijn. 6 uit 2, prima start. Nu MVV. Hoe kijk je aan tegen de ontmoeting met die club? Ik heb er veel zin in. Ik heb gehoord dat het een leuk stadion is. Veel publiek. We zijn net ingelicht over hun speelstijl en ik heb er wel vertrouwen in dat we daar ook gewoon een leuke wedstrijd kunnen gaan spelen en vol voor de winst kunnen gaan spelen. Ja, zij gingen in hun eerste wedstrijd flink onderuit, daarna herstelden ze zich iets wat. Je zou zeggen dat is wel een ploeg die je moet kunnen hebben. Ja, maar ik heb meerdere uitslagen gezien in de eerste ronde waarvan ik dacht, nou, dat is helemaal niks. En de tweede ronde wonnen ze weer dik, dus het is, er valt wat dat betreft heel weinig te zeggen over bepaalde ploegen. We zullen het gewoon gaan zien morgen en we gaan gewoon vol voor de winst spelen, denk ik. Op naar 9 uit 3. Ja, dat zou mooi zijn.